Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Qualitaria, waar snacken eten wordt. This is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. I'm the first one in the gym, last one out the gym. So let's go to Hans van Dijk, gefeliciteerd met een 27-26 overwinning op 1-0. Ja. En het behalen van de kwartfinales. Was wel weer even billen knijpen, hè? Ja, nee, we begonnen heel goed eigenlijk. Rust had 17-12. En de eerste 10 minuten, kwartier naar rust, scoorden we er misschien 2 of 3 en zij scoorden er wel maar 10. Dus daar op een gegeven moment nog 3 achter. En uiteindelijk kun je hem toch nog binnenhalen. Ik denk wel verdiend, want je denkt dat je wel iets meer recht hebt. Maar je maakt het jezelf wel heel moeilijk op deze manier. Maar aan de andere kant, het toont wel weer de veerkracht die het team heeft. Want het is mentaal natuurlijk heel moeilijk als je er 5 achter voor staat en je gaat naar 3 achter. Om dan het nog recht te trekken, complimenten. Maar het had niet gehoeven. Nee, inderdaad, het had niet gehoeven. En ze speelde de eerste helft inderdaad uitstekend. De dekking stond echt fantastisch. Je zegt inderdaad ook mentaliteit. Want dat hoor je nog wel eens in de vijfde kolonne. De kopjes hangen snel. Maar ze laten dit seizoen eigenlijk al een paar keer zien dat ze een uitstekende mentaliteit hebben. Nou ja, ik vind mijn groep, dat is een team. Dat is een team die de rug recht als het moment dat moet. En dat hebben ze het hele seizoen al bewezen. En we zijn voor het eerst in de Eredivisie, dat is soms wat zoeken. Dat speelt tegen ploegen die soms wat meer ervaring en gochme hebben. En als je ziet hoe wij het hele seizoen gespeeld hebben, natuurlijk zijn er dips, ups en downs. Maar ja, als ik mijn team iets mag complimenteren, is de hardheid die ze hebben, de mentale wil om als team iets te bereiken. En daar ben ik gewoon heel erg blij mee. Ja, nou, dat kan ik me levendig voorstellen. Een goede overwinning, kwartfinales beker, ja. Ook leuk natuurlijk. Er zit nog wel wat in, hè? Swift kan er nog in zitten, Hercules. Dus gaan we naar de finale toe, Hans? Ja, misschien om te kijken, maar uiteindelijk krijg je toch een hele zware. Ja, we moeten zien wat de loting brengt. Ik hoop weer een kwartfinale, een thuiswedstrijd. En dit is na 2 weken hebben we eigenlijk niks gedaan. We hebben 1 trainingje gehad en voor de rest hebben we heel erg relaxed gespeeld. En althans helemaal niet getraind, gewoon ontspannen gedaan. En morgen gaan we weer trainen, gaan we zaterdag de echte topploeg mogen ons tegen meten. En ja, wat de kwartfinale brengt, ik vind het allemaal fantastisch. En zaterdag gaan we weer lekker verder. Prima, ja, Aalsmeer aankomende zaterdag. Voor jou een speciale wedstrijd natuurlijk. Hoe schat je de kans in? 50-50, begint op 0-0. Hè? Ze hebben allemaal 2 armen en 2 benen, dus je hebt altijd 50-50. Maar ja, je gaat natuurlijk nu uit bij Aalsmeer. Dan moet je niet. We gaan gewoon onze huid zo duur mogelijk verkopen. En we doen er alles aan. En dan zien we wat chips gaan. Maar voor ons geen druk. Wij willen gewoon heel graag goed handballen. En dan zien we wel wat de eindstand is. Oké. Hey Hans, dankjewel. Ja. En ik zou zeggen tot zaterdag. Ja, en jullie ook weer bedankt. Want ook jullie staan hier weer afgelopen dinsdag en vandaag. En dus vind ik ook, daar heb ik altijd wel bewondering voor. Doen we graag. Nou mooi, dat is mooi. Hey, tot kijk. Hoi. Hans Visser, trainercoach van het SDS Houten combinatieteam. Gefeliciteerd met een hele leuke wedstrijd tegen Hurry Up afgelopen dinsdag. Wel verloren, maar leuk gespeeld toch? Ik vond het een hartstikke leuke wedstrijd. Ik moet de jongens echt complimenteren voor wat ze gedaan hebben. Het is maar wat om de kampioen van de Eredivisie te treffen. Het begin was wel wat onzeker, maar gedurende de wedstrijd hebben ze prachtig opgepakt. En 28 keer scoren tegen Hurry Up is echt een wereldprestatie. En daar moet ik de jongens echt mee complimenteren. Ja, dat hebben ze inderdaad uitstekend gedaan. Ik dien wel te zeggen met een beetje wat Hurry Up, denk ik niet op 120% verdedigde, om het zo maar te zeggen. Maar goed, neemt niet weg. Er zaten prachtige aanvallen bij, mooi handbal. Een aantal jongens, ja, je kan ze eigenlijk allemaal opnoemen, maar Christian van Denderen speelde lekker. En ook Floor Lamp was heel sterk. Ik denk dat je wel trots op ze bent, hè? Ik ben ontzettend trots, maar niet alleen op die 2 hoor, maar op alle jongens, want iedereen heeft keihard gewerkt. En je hebt gelijk, Hurry Up deed misschien af en toe wat gas terug.
Maar geloof me, ze willen niemand erdoor laten lopen. Dus ze hebben echt wel hun best gedaan. Ook hurry up. Ja, tuurlijk, want ze willen gewoon winnen. Ze willen gewoon door. Ze willen niet risico lopen dat ze hier zeep te halen. Nee, precies. Ja, goed, het bekertoernooi is dan afgelopen voor het combinatieteam. Hoe gaat het in de competitie? In de competitie staan we bij de bovenste drie. En dat was ook wel de verwachting. We hadden gehoopt om direct kampioen te worden. Maar ja, we moesten te veel aan het team wennen. We hebben er een team van moeten maken. Dat begint nu te renderen. En dan zie je ook dat ze echt goed kunnen handballen. Dat kon je afgelopen dinsdag ook zien. Ja, absoluut. Kon je afgelopen dinsdag. Zijn er nog kansen op de eerste plaats? Misschien wel op promotie, maar niet op de eerste plaats. CSV staat te ver los. Maar er is sprake van dat CSV niet zou willen promoveren. En dan hebben we nog wel een kans. Oké, nou dat zou hartstikke leuk zijn natuurlijk. Doet er die wedstrijd die jullie 1 maart tegen CSV spelen, thuis, doet hij er dan nog toe? Nou, die doet er zeker toe om tweede te worden. Als wij van CSV winnen, zijn dat natuurlijk gevonden punten. En dat is een hele belangrijke wedstrijd. En is dat een wedstrijd hier in Houten of is het een wedstrijd bij SDS? Ik zou het echt niet weten. Ik denk bij SDS in de Hilt. En gelukkig voor de jongens, we spelen met Hars. Ah, kijk nou, dat is hartstikke mooi. Hey Hans, leuk dat je nou even voor de camera wilde komen. Afgelopen dinsdag hebben we je niet kunnen spreken. Maar we vonden het toch belangrijk genoeg. Goede prestatie. Om het even in het journaal mee te nemen. Dankjewel. We spreken hier een volgende keer. En ja, misschien komen we wel naar de Hilt toe bij die wedstrijd tegen CSV. En ik wil me aansluiten bij Hans. Ik wil jullie allemaal bedanken, want het is een geoliede machine hier. En dat was dinsdag en dat was vandaag ook weer. Groot compliment voor de organisatie hier. Dankjewel. Tot kijk. Ja, tot ziens. Do 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 do